Ja, zoals algemeen bekend hebben we het rapport ontvangen met de eiking van de opties. Twee verbouwingsopties en de nieuwbouwoptie. En ja, we hebben daar natuurlijk intern over gesproken, binnen de directie. De conclusie, ook naar aanleiding van het rapport en wat in het rapport staat, is dat zowel de twee verbouwingsopties niet haalbaar zijn. De nieuwbouwoptie de meest opportune optie zou kunnen zijn. Maar op dit moment door de huidige marktsituatie en de duidelijke onzekerheid die overal heerst, dat ook niet haalbaar is. Dus er is altijd gezegd binnen het stadiondossier dat de club graag een nieuw stadion zou willen. En als de club daar financieel op vooruit gaat, als dat gebouwd kan worden met een vaste prijs, een passende financiering, dat is op dit moment niet het geval. Dus wij moeten daar heel duidelijk in zijn en we willen er ook heel duidelijkheid over geven. In onzekere tijden kunnen we niet een besluit nemen wat de club in een moeilijk vaarwater zou brengen. Dus wij zitten hier natuurlijk voor het clubbelang. Wij zitten hier om de juiste beslissing te nemen. En wij hebben besloten om op dit moment het nieuwbouwverhaal te stoppen. Er is natuurlijk heel veel energie in gezeten. Veel mensen hebben daar tijd aan besteed. Er is natuurlijk ook veel geld aan besteed. En het is extreem jammer om te constateren dat het allemaal toch niet kan. En ja, ik heb er wel grote waardering voor dat er iedereen die er afgelopen jaren met de beste bedoelingen ingezeten heeft. Maar we moeten natuurlijk wel nu verder. En het leek mij het juiste moment om daar nu duidelijkheid over te geven. En we gaan ons nu op andere zaken richten. We gaan ons op ons verblijf in de Kuip richten. We gaan ons op de club richten. We gaan op ons technisch verhaal richten. Dat willen we versterken. We hebben natuurlijk een goede weg ingeslagen. En dat willen we versterken. En dat zijn toch de zaken waar we in de aankomende periode ons meer mee bezig gaan houden. Focus van Feyenoord moet en zal ook nu volledig op het voetbal komen.